Quel est l'objectif? Ça va faire parler. Mais l'objectif, c'est relever le défi du métissage. Défi du métissage que nous adresse le XXIe siècle. Ce n'est pas un choix. C'est une obligation. C'est un impératif. On ne peut pas faire autrement, au risque de nous trouver confrontés à des problèmes considérables. Nous devons changer, alors nous allons changer. On va changer partout en même temps, dans l'entreprise, dans les administrations, à l'éducation, dans les partis politiques. Et on va se mettre des obligations de résultats. Si ce volontarisme républicain ne fonctionnait pas, il faudra alors que la République passe à des méthodes plus contraignantes encore. This video about immigration and the political ecosystem I dedicate to Peter Beard, who passed away between end of March and April in the forest near his land in Montauk, unfortunately. Visiting his hog ranch in Kenya, I learned the vision of the totalitarian black ideology of the do-gooders, destroying the balance of the African wildlife, resulting in overpopulation, diminishing resources and pressuring the last pockets of wildlife in denatured Africa. This overpopulation, largely caused by the interference of the West in Africa, has a subsidiary effect, being mass immigration towards Europe, especially since the totalitarian ideology of the West embraces this mass immigration, resulting in an untenable pressure on Western European societies. Metaphorically speaking, an untenable pressure almost equal to the effect bad interference has had on the elephant population, of which Peter Beard documented the worst disaster. The death of 35,000 elephants in Tsavo National Park, because the do-gooders decided to protect the elephant and in the process killed the natural ecosystem of native hunters, which these do-gooders called poachers. He published this disaster through his book The End of the Game, published in 1965 and 1977. Another effect of the interference by the do-gooders is the gradual disappearance of the historical and cultural identity of Africa and of Western Europe. This video is about the effect of immigration on the Netherlands, and therefore I will speak Dutch. It will be subtitled, however. Africa as a metaphor of the biggest thing in our lives, nature. And we're basically the destroyers of nature. And we're going to destroy ourselves in the bargain. That's how smart we are. And we've done it here in Tsavo, and we're going to do it in China, and we're going to do it in the Mideast, and we're going to do it in Japan, and just about everywhere. Because we have not learned how to be civilized yet. A lot of pangas, a lot of robbery, cheating, stealing, murdering, torturing to death, a lot of imprisonment, army takeovers, fascism, totalitarian, black, dark, horrifying, black totalitarianism. Everything the do-gooders are begging for is going to come here. And they're going to have a million excuses why it wasn't their fault. Goedenavond. In de vorige video heb ik laten zien hoe de mediadynamiek, onderwijsdynamiek en corporate dynamiek het falen van de politiek in de coronacrisis maskeren. Na de publicatie van mijn video werd mijn stelling dat de media verregaand vervlochten is met de gevestigde politiek nog duidelijker door de ontdekking dat de Rijksoverheid media en social media influencers forse bedragen betaalt om haar beleid te propageren en het falen te maskeren. Nu de coronacrisis nog in volle gang is, zal ik ook de werking van het politieke ecosysteem laten zien op het thema immigratie. Dit doe ik omdat de sociaal-liberale dogmatische doctrine ook tijdens de coronacrisis door mensen als Timmermans uitgedragen blijft worden. Concreet, elke gebeurtenis die angst inboezemt wordt aangegrepen om de hoofdthema's van dit linkse gedachtegoed nogmaals en harder aan te zetten in plaats van terechte kritiek serieus te nemen.
Timmermans presteerde het onlangs op 24 maart om corona aan te grijpen en daarmee een pleidooi te voeren voor de Green Deal. Timmermans wist al eerder climate change te koppelen aan de noodzaak open te staan voor immigratie uit delen van de wereld die getroffen worden of zijn door climate change. Zijn collega Sigrid Kaag presteerde het gisteren bij Yinx zelfs om te eisen dat we geld moeten overmaken naar Afrika om ze te helpen te strijden tegen het coronavirus. En als we dat niet doen, moeten we niet klagen dat we meer immigranten krijgen. Dit is pure chantage, notabene van een volksvertegenwoordiger. Een volksvertegenwoordiger die daadwerkelijk het Nederlands belang dient, roept niet op om meer geld voor Afrika. Nee, die roept op tot betere grensbewaking in het zuiden van Europa, mocht corona tot meer immigratie leiden. Wat sterk te betwijfelen is trouwens. Tot zover mijn introductie. Voor degenen die de eerste video over corona en het politiek ecosysteem niet gezien hebben, zal ik het model eerst toelichten. Daarna zal ik een onderliggende theorie genaamd modelplatonisme toelichten, gebaseerd op het modelplatonismus van de Duitse filosoof Hans Albert, die deze modelredenering op de economie heeft toegepast. Wanneer deze theorie behandeld is, zal ik aan de hand van een Excel-overzicht met daarin de belangrijkste gebeurtenissen vanaf de jaren 60 ten aanzien van het thema immigratie, de werking van de pijlers van het politieke ecosysteem laten zien op het thema immigratie. Hoe wordt de samenleving, of beter gezegd het volk, gemanaged, gestuurd en aan denken? Dat gebeurt dus aan de hand van het politieke ecosysteem. Dat model zal ik nu uitleggen. U ziet nu een model in beeld met daarin een ideologisch gedreven hart. Dit hart komt tot uiting in de invulling van de verzorgingsstaat. Anders verwoord, het eigentijdse sociaal-liberale concept van de maakbare samenleving wordt vertaald naar een verzorgingsstaat, waar de vertegenwoordigende overheidstaken zoals onderwijs, publieke omroepen, zorg, overheidsafdelingen, dogmatische thema's als inclusiviteit, diversiteit, equality of outcome, multiculturalisme, de multireligieuze samenleving, globalisme en meer als absolute waarheid omarmen en uitdragen. Dit ideologisch gedreven concept van de maakbare samenleving wordt stelselmatig gepropageerd door de drie hoofdpijlers met in het kielzog de multinationals en NGO's. De drie hoofdpijlers zijn de mediapijler, oftewel de mainstream media, de doctrinepijler, oftewel publiek onderwijs, de politieke pijler, de inrichting van het politieke systeem behorende bij de parlementaire democratie. Voor de duidelijkheid, we hadden nu ook in een tijd kunnen leven waar het ideologische hart een dogmatisch anti-immigratiebeleid voorstaat. Wat ik u wil duidelijk maken is dat modelplatonisme en het politieke ecosysteem slecht zijn voor de dynamiek van onze samenleving en de ontwikkeling van onze beschaving. Ik zal nu het concept modelplatonisme kort toelichten en daarna gaan we naar het Excel-overzicht. Modelplatonismus. Als volgt. De mens gaat van nature al snel over tot kritiekloos volgen van een werkwijze en of visie. De werkwijze of de visie zelf is daarmee een idee geworden. Daardoor stopt het onbevangen kijken en verwordt de methodologie tot ideologie. Het model is heilig en verwordt tot frame, of beter gezegd een bril waardoor alles wordt bekeken. Resultaat is dat de basis voor vrijheid van meningsuiting daarmee ook op losse schroeven staat. Immers alleen diegenen die hebben geleerd vrij hun mening te vormen en dus meerdere uitgangspunten en modellen te beschouwen, kunnen omgaan met vrije en heterodoxe meningen. Deze modelredenering heet dus, zoals ik al aangaf, modelplatonismus en is ontsproten aan het brein van de Duitse filosoof Hans Albert. Dan gaan we nu kijken naar het Excel-overzicht ten aanzien van het immigratiebeleid sinds de jaren 60 om vervolgens de conclusies te bespreken en mijn aanbeveling.
U ziet nu in het Excel-overzicht de corporate pilaar. In de jaren 60 doet het Sociaal Werkgeversverbond namens de werkgevers een beroep op de politiek om goedkope, laaggeschoolde arbeidskrachten naar Nederland te halen. Dit dient drie doelen. 1. De industrie wil haar rendementsdoelstellingen realiseren middels goedkopere arbeidskrachten. 2. De industrie wil de moeilijk te vullen vacatures voor laaggeschoold werk vullen. 3. De industrie wil structureel de loonontwikkeling temperen. Nu de ontwikkeling in de jaren 60 aangaande de onderwijspilaar. De invloed van de Frankfurter Schule wordt sterker binnen het onderwijs en de neomarxistische doctrine dringt binnen in het onderwijs. Met als hoogtepunt de studentenopstanden uit 68. Nu de politieke pilaar. De ontwikkelingen in de jaren 60 en 70 betreffende de politieke pilaar zijn een gevolg van de ontwikkelingen in de corporate en onderwijspilaar die ik zojuist heb laten zien. De ontwikkelingen zijn de volgende. In de jaren 60, 1963 om precies te zijn, sluit de EEC het verdrag met Turkije wat effectief gezien neerkomt op een non-integratieplicht. In datzelfde jaar komen de eerste Turkse arbeidsimmigranten naar Nederland. Het idee van non-integratie was dat deze gastarbeiders zouden terugkeren. We weten inmiddels dat ze gebleven zijn en dat dit verdrag bizar genoeg nooit is aangepast aan de nieuwe omstandigheid. Binnen de politiek wordt de neomarxistische stroming ook steeds sterker. Er ontstaat zelfs een radicaal linkse flank binnen de PvdA in de jaren 70 genaamd Nieuw Links, met mensen als André van der Lauw en Marcel van Dam. Laatstgenoemde demoniseerde Pim Fortuyn in 1997 en noemde hem een untermensch, een minderwaardig mens. Om u die boekjes, die overigens nog voor geen gulden informatie bevatten, om dat te verkopen. Ja, wat is ik probeer met mijn boek. U bent een buitengewoon minderwaardig mens. Weet u dat? Partijicoon Willem Drees duidde Nieuw Links als volgt. Ik citeer. Het hoofddoel van Nieuw Links was niet het opperen van nieuwe denkbeelden, maar jonge, eerzuchtige, laten we hopen ook idealistische jongeren, waren erop uit met alle middelen zittende bestuurders van afdelingen en gewesten en raads- en kamerleden te vervangen. Drees maakte zich ernstig zorgen om de positieve houding van Nieuw Links tegenover linkse dictaturen zoals China en Cuba en over de skepsis tegenover de NAVO. In 1973 is de oliecrisis waarna er dialogen en verdragen tot stand komen tussen Europa en het Midden-Oosten. Met als direct en indirect gevolg 1. Oliehandel in dollars en in ruil daarvoor geen bemoeienis van het Westen in het Midden-Oosten. Wanneer olieproducerende landen de dollar niet meer als leidend zien in de handel, grijpt de USA direct in. Zie wat er in 2017 gebeurde onder Maduro in Venezuela. Maduro gaf aan de dollar te willen vervangen door de Chinese munt met als gevolg direct geopolitiek ingrijpen door de USA. 2. Permanente werkvergunningen en gezinsherenigingen. 3. Besluit van de General Assembly of the Parliamentary Association for Euro-Arab Cooperation voor educatie in eigen taal voor Turk en Marokkanen. Samengevat zie je in de politieke pilaar dat het economische belang van de werkgevers samenliep met de internalisering van de liefde voor immigratie in andere culturen bij links. Dit is dus een samenloop van omstandigheden waarbij beide stromingen, economisch belang en linkse politiek, elkaar in de kaart speelden. Ze lieten elkaar met rust, want beide kampen hun belangen werden gediend. Enerzijds het economische belang voor werkgevers van goedkope, laaggeschoolde arbeidskrachten en anderzijds de ideologische realisatie van de multiculturele samenleving waar binnen de neomarxistische ideologie geldt dat alle culturen gelijk zijn aan elkaar. De neomarxisten zagen dus feitelijk door de import van andere culturen middels arbeidsimmigratie en permanente verblijfsvergunningen en gezinshereniging hun utopie uitkomen. Nogmaals, dit is dus geen vooropgezet plan geweest. Echter de werkwijze om het probleem van werkgevers op te lossen speelde de agenda van de neomarxisten volledig in de kaart. De neomarxisten zagen in deze immigranten hun nieuwe electoraat en zetten nog harder in op het stimuleren en faciliteren van immigratie van andere culturen. In de jaren 90 werd middels de beweging met de naam De Derde Weg
Een beweging die neerkomt op het samensmelten van de sociale en liberale zeil. Het toevallig ontstaande verbond in de jaren 60-70, wat ik zojuist heb benoemd, herbekrachtigd. Aanhangers van de beweging De Derde Weg waren onder andere Blair, Clinton en Kok. Dan zijn we nu aanbeland bij de mediapilaar. De bevindingen betreffende de media vanaf de jaren 70-80 zijn: de media presenteert een positief beeld van moslims en Arabische cultuur in lijn met afspraken tussen Europa en het Midden-Oosten. Parallel dringen de neomarxisten door tot topposities in de media, onderwijs en corporates en zijn daarmee ideologische soldaten van het bijpassende multiculturalisme en de multireligieuze samenleving. Het narratief binnen deze pilaren raakt steeds meer vervlochten met thema's als de multiculturele samenleving, als ideaal, inclusiviteit, diversiteit, equality of outcome en de bijbehorende quota's en meer. De vraag of deze thema's de samenleving goed doen is volstrekt onbelangrijk. Het moet en zal doorgedrukt worden. Modelplatonisme puur sang. Het gaat dus niet om harde feiten. Alle kritiek wordt stelselmatig de nek omgedraaid en volstrekt ongepast en historisch onjuist gekoppeld aan Nazi-Duitsland. De ironie is dat totalitair beleid juist door de aanhangers van deze thema's geïnternaliseerd is in hun persoonlijk bestaan en daardoor hernieuwd wordt toegepast. Fascisme heeft namelijk als een van de kenmerken op een geformaliseerde en gelegaliseerde manier mensen economisch aan banden leggen en of beperken. Totalitair beleid is heden ten dagen geïnternaliseerd en daarmee is het niet meer alleen de staat die bepaalt of je economisch wel of niet meedoet. Zie hier de geïnternaliseerde vrouwenquota's als ultiem voorbeeld. Mannen worden met deze quota's de facto economisch uitgesloten. Dan maken we nu een sprong in de Excel-sheet naar de politieke pilaar anno 2010. We zien daar een aantal dingen. Allereerst herbekrachtiging van de pro-islam en Arabische cultuurafspraken via resolutie 1743. Ten tweede herbekrachtiging pro-immigratie, tevens uit moslimlanden, via het Marrakesh-pact. Anno nu is het nog steeds zo dat immigranten uit landen buiten Europa die wel compatibel zijn met onze cultuur, oftewel landen met een christelijke grondslag, dat de migranten uit deze landen aan zeer strenge inburgeringseisen moeten voldoen. En moslimimmigranten uit Turkije zijn daarentegen volledig vrijgesteld door het verdrag uit 1963 van inburgering, terwijl we inmiddels weten dat we met deze groep de vijfde kolonne hebben binnengehaald en binnenhalen. In 2019 zien we in de onderwijspilaar dat het neomarxistische gedachtegoed volledig is geïnternaliseerd in het onderwijs. Voor het juiste begrip, internalisering is het proces waarbij mensen zich door socialisatie bepaalde sociale regels eigen maken, zodat deze regels na verloop van tijd niet langer worden beschouwd als van buitenaf opgelegde voorschriften, maar als richtlijnen die men zelf heeft gekozen. Een sprekend voorbeeld is de Universiteit van Utrecht. Zij blijven doorgaan met het promoten van het ideologische model van immigratie en de multiculturele samenleving als ideaal. Ondanks het gegeven dat de ooit als werkwijze voor lage loonkrachten doorgevoerde afspraken en regelgeving niet werkt voor de samenleving als geheel. Kortom, de werkwijze van de jaren 60-70 is men kritiekloos gaan volgen en was een welkom geschenk voor de neomarxisten van de Frankfurter Schule, die vanaf de jaren 70 op topposities terechtkwamen in de media, politiek, onderwijs en corporate wereld. Deze multiculturalisten hebben de werkwijze van arbeidsimmigratie en immigratie uit andere culturen, die vaak haaks staan op onze cultuur, ideologisch ingebed in het sociaal-liberale concept van de maakbare samenleving. Dit is dus volstrekt dogmatisch en enige kritiek op deze doorgeslagen werkwijze, beter gezegd ideologie, wordt met hand en tand bestreden. Tot slot geldt voor de mediapilaar en corporate pilaar anno 2020 hetzelfde als wat ik zojuist verkondigde voor de onderwijspilaar vanaf 2019. Ja,
U heeft nu naar het overzicht kunnen kijken. De hoofdconclusie is als volgt. Het fenomeen van versnelde demografische verandering kan gepland zijn, het kan een onbedoeld effect, het kan een perfect storm van incompetentie, korte termijn denken en belangenverstrengelingen zijn. Het doet er niet veel toe. De praktijk is dat het zich manifesteert en dat dit sociaal-liberale beleidsbepalende partijen bijzonder goed uitkomt. En als we wat dieper ingaan op de term omvolking, dan kan ik u een recent voorbeeld geven. De Universiteit van Utrecht publiceerde recent in 2019 een onderzoek dat gericht is op het inzetten van migranten van buiten de EU in gebieden waar de geboortecijfers dalen. In plaats van de redenen daarvoor te onderzoeken, bijvoorbeeld gebrek aan perspectief op opwaartse sociale mobiliteit of onzekerheid over de toekomst of afbraak van sociale zekerheid, wordt er wederom een opportunistisch korte termijnpleister op een etterende borstwond geplakt. Dus of het een plan is of een onbedoeld gevolg is niet zozeer van belang. Grote steden in Noord-Europese landen, Londen, Parijs, Rotterdam, Birmingham, Stockholm, Malmö, Parijs, tonen de omvolkende effecten van massale immigratie. Journalisten op links, zoals Andy Ngo en Tim Poole, hebben het fenomeen tandenknarsend beschreven in hun bezoeken aan respectievelijk Londen en Stockholm, waarna ze onmiddellijk als rechts werden gebrandmerkt. Zelfs de 14e incarnatie van de Dalai Lama schijnt in deze extreemrechtse complottheorie te geloven. Hij heeft meerdere malen gezegd dat Europa voor Europeanen is en moet blijven. En dat vluchtelingen en migranten moeten terugkeren naar hun thuislanden om ze weer op te bouwen. Duitsland moet geen Arabisch of Afrikaans land worden, zei hij zowel in een interview voor de BBC als in een gesprek met de Frankfurter Allgemeine Zeitung. Misschien is hij niet op de hoogte van olie voor immigratie, onderwijs in eigen taal en cultuur, de jihad door migratie, zoals die door het wahhabisme wordt gepredikt, met als doel de niet-islamitische wereld, de Dar al-Harb, om te vormen tot Dar al-Islam. En misschien is de Dalai Lama ook niet op de hoogte van de ongezonde afspraken die zijn gemaakt tussen Europa, de VS, de Arabische wereld en Turkije. Engels en Nederlands zijn immers niet zijn eerste talen. Dus het zijn vergeven. Het argument dat dit allemaal geen bindende verdragen zijn, die u hier in het Excel-overzicht ziet, doet er wederom weinig toe. Het gaat erom dat er in de praktijk gehandeld wordt naar de inhoud en implicaties van deze associatieverdragen en intentieverklaringen. Sinds de associatieovereenkomst tussen Turkije en de EEG in 1963. De tegenwerping dat dit slechts intentieverklaringen zijn, of overeenkomsten tussen groepen die geen parlementsleden zijn, is ook om een andere reden irrelevant. Als er nul consequenties waren voor een intentieverklaring, waarom zou zo'n niet bindende overeenkomst dan überhaupt opgesteld en ondertekend worden? Het meest recente voorbeeld was het Pact van Marrakesh, waarin immigratie als een mensenrecht werd geclassificeerd. Niet bindend en totaal irrelevant, uiteraard, maar wel ondertekend. Dit Excel-overzicht van feiten en bevindingen ten aanzien van decennia lang pro-immigratiebeleid laat perfect zien dat de dynamiek van het politieke ecosysteem er één is waar topbestuurders, topambtenaren en regeringsleiders op alle mogelijke manieren beschermd worden door het politieke ecosysteem in het uitvoeren van een pro-immigratieagenda. Er is geen enkele correctie op dit beleid en in bredere zin geen correctie op het Frankfurter Schule doorgeslagen gelijkheidsdenken. Beleid wat geforceerd een multiculturele en multireligieuze samenleving nastreeft, zonder zich af te vragen of deze werkwijze wel werkt. Dit is dus modelplatonisme. De oppositie, die een corrigerende functie heeft, wordt notabene verweten racistisch en fascistisch te zijn wanneer deze terechte kritiek uit op het desastreuze immigratiebeleid. Op deze manier probeert de regering met behulp van de mainstream media en het publiek onderwijs, die alle hetzelfde dogmatische, ideologische model van de maakbare samenleving aanhangen, de aandacht af te leiden van het desastreuze effect
van ongebreidelde immigratie op onze samenleving. Met name het zeer schadelijke effect van moslimimmigratie op de historische culturele waarde van ons land en in bredere zin het negatieve effect van kansarme immigranten op de arbeidsparticipatiegraad en daarmee de bel aan de wortels van onze verzorgingsstaat. Een functionerende verzorgingsstaat heeft naast efficiënt beleid namelijk een balans nodig waarbij ruim voldoende mensen werken en dus bijdragen aan de financiering van de verzorgingsstaat. Vergeet niet dat Nederland inmiddels om en nabij de 5 miljoen uitkeringsgerechtigden telt. We zien zelfs nu dat derde generatie immigranten zeer hoog scoren in de werkeloosheidscijfers en de staat dus voortdurend geld kosten. Die ideologie van het kosten wat kost nastreven van een multiculturele en multireligieuze samenleving kost dus een hoop geld. En het is maar net welke prijs je wilt betalen om dat doel te realiseren. Tussen 1960 en 1974 verliep de tewerkstelling van deze arbeidsimmigranten gecontroleerd. Dat wil zeggen op basis van verstrekking van een verblijfs- en arbeidsvergunning. Onder druk van de werkgevers werden deze tijdelijke vergunningen permanent gemaakt. Daarbovenop kwam de regeling voor gezinshereniging die daarna niet meer werd ingeperkt tot aan het tijdperk fortuin. De tweede constatering geldt voor de politieke pilaar. De gevestigde politiek verkoopt sinds de jaren 60-70 arbeidsimmigratie als antwoord op het probleem van de vergrijzing en is over dit concept en werkwijze zelden tot nooit aan de tand gevoeld. Dit motief leidt de aandacht af van het gegeven dat immigratie primair de belangen van de corporates dient, die als doel hebben de loonkosten te drukken. Verder zien we dat vanaf de jaren 70 de aanhangers van de Frankfurter Schule en haar doorgeslagen gelijkheidsdenken op sleutelposities terechtkomen in de politiek en de corporate wereld. Met als gevolg de verdragen die gaan over allereerst onderwijs in eigen taal en cultuur voor kinderen van Turkse en Marokkaanse gastarbeiders. En ten tweede het positief presenteren van de Arabische cultuur in media en de culturele sector. En ten derde het presenteren van de Arabische cultuur als een belangrijke potentiële bijdrage aan Europa wat betreft normen en waarden. Deze twee parallele ontwikkelingen hebben ervoor gezorgd dat corporates en de neo-Marxisten de rijen sluiten, omdat beide gesteund door elkaar hun agenda kunnen realiseren. De derde constatering betreft de mediapilaar. De mainstream media zit vanaf de jaren 70 als een pop aan een touwtje vast aan het narratief van de gevestigde politieke orde en daardoor vervult de mainstream media niet haar corrigerende rol. Zij stelt niet de kritische vragen over de werkwijze om arbeidsimmigratie tot doel te verheffen in plaats van als middel te voeren. Dit heeft twee oorzaken. Allereerst de verdragen die uitspreken dat de media de Arabische cultuur positief moet presenteren. En ten tweede het gegeven dat vanaf de jaren 70 de aanhangers van de Frankfurter Schule en haar doorgeslagen gelijkheidsdenken op sleutelposities terechtkomen in de politiek, media, onderwijs en corporate wereld. De vierde constatering brengt ons bij de onderwijspilaar. Hier geldt dat de cultuur binnen het onderwijs vanaf de jaren 70 steeds meer gedomineerd wordt door docenten en personeel die multiculturele en multireligieuze samenleving als dé weg voorwaarts zien en die vinden dat alles voor dit doel moet wijken. Met name critici van deze doctrine moeten met alle mogelijke middelen verdacht gemaakt worden en als racist of fascist neergezet worden. De voorbeelden hiervan zijn legio. Wat is nu de achterliggende oorzaak dat de westerse samenleving gevangen zit in dit zeer ongezonde politieke ecosysteem? Dit heeft met het volgende keteneffect te maken. Het begint met modelplatonisme, oftewel gedwongen worden door dezelfde bril te kijken als de gevestigde orde en dus verplichte doctrine van hen te omarmen, zorgt ervoor dat men niet opgevoed
opgeleid wordt vrij een mening te vormen. Dat leidt tot het afstraffen van mensen die een tegendraadse vrije mening uiten. Sociaal en economische uitsluiting is hiervoor het middel. Mensen die er bang voor zijn, omarmen polycore gedrag om zo een baan en aanzien te behouden. Deze polycore meerderheid, al dan niet door angst gedreven, adopteert modelplatonisme en brengt het over op haar nageslacht. Kortom, een visueuze cirkel waar we niet uit lijken te komen en wat Hegeliaans gesteld een somber uitzicht biedt op het vervolg van onze beschaving. Voor de goede orde, we leven nu in een tijd waar als het om ideologie gaat, neomarxisme de ontwikkeling van onze samenleving dicteert. Echter, we hadden net zo goed in een tijd kunnen leven waar het beleid dogmatisch anti-immigratie is. Dan zou de werking van het politiek ecosysteem exact hetzelfde zijn. Ervan uitgaande dat modelplatonisme de norm is. De essentie is dus nogmaals dat we kritisch werkwijze moeten beschouwen en niet overgaan tot blind vertrouwen en geloof met als gevolg sociale en economische uitsluiting van kritische denkers. Tot slot mijn aanbeveling. Mijn aanbeveling is dat de dappere geesten van onze samenleving een steen in de vijver gooien. Door, zoals ik in de eerste druk van mijn boek schreef, een eigen politiek ecosysteem te bouwen, waar het primaire doel is te objectiveren om zo vrije meningsvorming te stimuleren en te faciliteren. Zodat we een samenleving bouwen waar men wel met vrijheid van meningsuiting om kan gaan en dat naar waarde weet te schatten. Voor meer scenario's raad ik u aan om een boek te kopen. Er zal eind dit jaar tevens een Engelse versie uitkomen, genaamd Dutch Decay. Hierin worden thema's als immigratie, klimaat, de EU toegepast op mijn model genaamd het politieke ecosysteem. Mijn boek, de Nederlandse versie, is verkrijgbaar online en offline en dat ziet er als volgt uit. En dat kunt u overal bestellen. Ik dank u en ik zal spoedig een volgend thema behandelen in videovorm. Ik wens u een hele goede avond. Eind maart is deze tweede video over het politieke ecosysteem al opgenomen om in april te publiceren. In april kwamen steeds meer voorbeelden naar boven waaruit blijkt dat de drie hoofdpijlers, media, onderwijs, politiek, met in het kielzog de corporates, het sociaal-liberale concept van de maakbare samenleving stelselmatig en geforceerd propageren. Daarom heb ik gewacht met het publiceren van deze in maart opgenomen video. Als toegift zal ik daarom nu in vogelvlucht per pijler deze praktijkvoorbeelden laten zien. Deze bevestigen dat het politiek ecosysteem op volle toeren draait. Dit is wat er gebeurt wanneer de gevestigde orde de krachten bundelen om een sociaal-liberale concept van de maakbare samenleving te propageren, oftewel de werking van het politiek ecosysteem. U ziet nu hoe prominente politieke kopstukken het sociaal-liberale narratief, waaronder islam is een verrijking, uitdragen. En u ziet een ex-president die zich als activist gedraagt om dit narratief verder te propageren. In een opwelling heb ik toen werd ik gebeld en in een opwelling heb ik wel gezegd, luister eens, we kunnen ook Wilders premier maken als je dat wilt, hè? Dus je doet het via ons voortaan. Nu ziet u hoe media en belangrijke influencers, celebrities verstrengeld zijn met de gevestigde politieke orde. Verder ziet u hoe corporates actief meewerken in het uitdragen van het narratief en u ziet dat het management is opgebouwd uit onder andere linksactivistische mensen. Tot slot ziet u het onderwijs. Het onderwijs laat zich ook niet onbetuigd.